Hoe vaker je je pc gebruikt, hoe meer ongebruikte bestanden je achterlaat. Bijvoorbeeld als er een Windows-update heeft plaatsgevonden. Daarom kan het van belang zijn dat je geregeld het een en ander aan overbodigs verwijdert. Schijfopruiming kan daarbij helpen. Hoe dat zit zie je in deze hou toe. Je zoekt naar de app Schijfopruiming. Daarna kies je welke schijf je wilt opruimen omdat Windows 10 op de C-schijven is geïnstalleerd, kies ik deze zodat ook updatebestanden kunnen worden verwijderd. Eerst wordt er berekend hoeveel ruimte er bespaard kan worden door deze bestanden te verwijderen. Hier zie je welke bestanden er zijn geselecteerd die zonder problemen kunnen worden verwijderd. Als alle bestanden hier worden geselecteerd, zie je dat dat in dit geval ruim 1 gigabyte is. Maar voordat je opdracht geeft tot het opruimen van deze bestanden, Kun je hier ook de systeembestanden opschonen? Ook hier kies je weer de schijf en zie je dat wordt berekend hoeveel schijfruimte je kunt besparen. Je ziet hier dat je ook de Windows-update kunt opschonen. Deze bestanden zijn niet meer nodig, dus ik selecteer ze. Daarna klik je op OK en krijg je nog de vraag of je het zeker weet. Dan worden de bestanden opgeruimd. Het kan wel even duren voordat alle overbodige bestanden zijn verwijderd. Dat hangt ervan af hoeveel er moet worden verwijderd, uiteraard. Daarna verdwijnt het venster automatisch uit beeld en zijn de bestanden verwijderd, zonder verdere melding. Tot zover deze hou toe over de app schijfopruiming in Windows 10.